Het is de grootste robot ter wereld en al 26 jaar oud, de Maaslandkering. En komende zaterdag gaat de kering sluiten tijdens de jaarlijkse test. Je moet even zo zien, het is een functionele test voor de kering. Opent die, sluit die, natuurlijk heel belangrijk om te weten. Maar daarnaast ook een test voor het operationele team. Ja, ondanks dat de grootste robot van de wereld is, kunnen we ook handmatig sluiten. En dat team wordt ook op zijn dag getest. Zo'n sluiting wordt voor een deel dus ook door mensen gedaan en niet alleen door het systeem. Om te kijken of alles goed samenwerkt en of mensen op het juiste moment zeg maar over kunnen nemen. De kering ondergaat momenteel ook een grondig onderhoud. Zo worden de pompen vervangen en de buitenkant wordt geverfd. En dat verven duurt maar liefst 4 jaar. Maar we kunnen niet het hele jaar door onderhoud doen. Want 1 oktober begint het stormseizoen en dat duurt tot half april. In die maanden mag er geen onderhoud plaatsvinden. En dan hebben we dus in september die testsluiting om alles wat vervangen is en noem maar op te kunnen testen. En dat gebeurt dus zaterdag en dat sluiten van de kering dat duurt wel even. Ja, het sluiten van de kering duurt 2 uur. Wat gebeurt er in 2 uur? De kering moet eerst iemand moet gaan drijven, het moet eigenlijk een schip worden. Als die kering drijft varen we hem uit. En uitvaren doen we eigenlijk door de motoren gaan aan in die rode schoenendoos die je achter me op de wand ziet. Dat noemen we het locomobiel. 6 motoren, elk van die motoren is verbonden met een groot tandwiel. En de andere kant van de wand, aan de bovenkant, zit een soort tandradbaan. Dus je kan je voorstellen, als de motoren aangaan, gaan die tandwielen draaien, pakken in die pinnen. En zo wordt die deur in een half uur tijd worden deuren naar elkaar toegevaren. Maar als ze op positie zijn, opent het systeem de kleppen onderin de wand. En alle compartimenten stromen dan langzaam vol met water. En door dat gewicht zinken we dan een anderhalf uur tijd naar de bodem. Zo'n testsluiting trekt nogal wat bekijks. Met mooi weer komen er soms wel 5000 bezoekers op af. Ik ben ook blij dat die mensen komen. We zijn soms te nuchter. We zeggen, ja, die keringen, die delta werken, die hebben we en dat is belangrijk. Maar als je hier werkt en je ziet die mensen over de hele wereld speciaal naar Europa of naar Nederland komen om dit te kunnen zien, ga je pas begrijpen en voorstellen hoe belangrijk die kering is en hoe het aanspreekt in de wereld. Dus we mogen er ook wel wat trots op zijn. Want inmiddels liggen er vergelijkbare keringen in de rest van de wereld, waarbij er kennis is gedeeld vanuit de Maaslandkering. Vergelijkbare kering ligt bijvoorbeeld in Rusland, Sint-Petersburg. Maar een hele kleine vorm, ook in New Orleans, na Katrina 2005, zijn ze daar ook begonnen met bescherming. Dus dat idee van die 2 deuren, dat is vaker toegepast. Maar het is nooit dezelfde afmetingen en in dezelfde hoedanigheid. Maar we hebben het nu over de Maaslandkering. Hoe lang gaat die eigenlijk nog mee? Ik ga even puur zeggen, technisch, hoe lang die mee kan. Daar kan ik je antwoord op geven. Dat is in ieder geval 100 jaar. We staan nu 26 jaar, zijn we hier met die kering. Dus dan zou je uitrekenen, nog 74 jaar moeten we mee kunnen. Nou, ga er maar vanuit de komende 50, 60 jaar minimaal. Maar klimaatverandering, zeespiegelstijging, er zullen vraagstukken komen de komende jaren. Hoe lang dan nog verder, na die 50, 60 jaar? Daar is nu nog geen antwoord op, dat hoeft ook nog niet. Maar we gaan ook niet wachten tot het laatste moment. Dus op een gegeven moment zal er een nieuw plan moeten komen over wat na de Maaslandkering. Maar dat ga ik niet meer meemaken. Jeroen woont zelf in Hoek van Holland, maar dat dorp ligt voor de Maaslandkering. Hou je dan wel droge voeten bij een grote storm? Ja, het is wel grappig, hè? Ik vertel dus mensen over de hele wereld hoe veilig we zijn door de Maaslandkering. Ik woon eigenlijk aan de verkeerde kant. Ja. Maar het voordeel is dat mensen die aan de kust wonen, zoals ik en alle Hoekenezen daarbij, en alle Westlanders ook uiteraard, beschermd zijn door strand en door duinen. Hè, waar we vroeger altijd zeiden dat is onze natuurlijke bescherming, de duinen, is dat natuurlijk niet zo natuurlijk meer, want die duinen zijn enorm aangepakt. Verbreed, verhoogd en ook met de stranden zijn opgespoten, verbreed. Waardoor we nu eigenlijk ook een buffer vanaf die kant hebben. Dus het is een netwerk, hè. Ik zeg altijd gekscherend, op het moment dat je alle dijken, dammen, keringen, duinen achter elkaar zou leggen in Nederland, lopen we naar Nieuw-Zeeland toe. Dus dat is 17.500 kilometer aan waterbescherming eigenlijk.